Welkom, beste leerlingen, bij dit nieuwe digitale instructiefilmpje. Je ziet er alweer de titel staan, de feodale Nederlanden, en neem er al maar vast je cursus bij op pagina 138. Nu, ik hoor jullie al denken, de feodale Nederlanden, bij een aantal zal er wel weer geen belletje gaan rinkelen, dus ga ik het even nog kaderen. Die piramide zouden jullie ondertussen al volledig van buiten moeten kennen, want we zijn die al zo vaak tegengekomen. Want dat is nu eenmaal wat die feodaliteit is. Dat is die piramidevorm met helemaal bovenaan de koning en dan helemaal onderaan de landbouwbevolking of de armere bevolking. En daartussen bevindt zich dan de klerus en de adel. Dus het is een duidelijke standenmaatschappij, zo noemen we dat, waarbij de ene stand echt wel meer te zeggen heeft dan de andere stand. En deze piramide hebben jullie ook moeten studeren, want hier zie je ook hoe de feodaliteit precies in zijn werk gaat. Dus de koning die gaat deze mensen onderhouden en leiding geven, en bescherming geven. En deze mensen gaan hem raad geven en gaan geld naar hem sturen. En op die manier staat de ene al wat dichter bij de koning. En dat is die feodaliteit. We spreken nu over de 10e tot de 14e eeuw. Maar daarvoor hebben we geleerd over Karel de Grote. Hopelijk zeggen de Karolingers jullie nog iets. Karel de Grote was een zeer succesvolle middeleeuwse vorst die een heel groot gebied van Frankrijk tot Duitsland veroverde. En wij natuurlijk er ook bij. En hij is gestart met dat feodaal systeem. Het bestond daarvoor al wel. Er was toen al sprake van de ene persoon die meer waard was als de andere. Maar hij heeft het echt geïnstitutionaliseerd, zoals ze dat noemen. Hij heeft echt titels uitgedeeld. Hij heeft de regels opgeplakt. Hij is begonnen met de Staten-Generaal en zo verder. Nu, wat gebeurt er na zijn dood? Het rijk valt eigenlijk uit elkaar. Hij verdeelt het in eerste instantie onder zijn drie zonen, zoals jullie nog zouden weten, Karel de Kale, Lotharius en Lodewijk de Duitser. Nu, al snel sterft een van die drie, komt er ruzie tussen de andere twee en het grote rijk van de Karolingers valt compleet uit elkaar. Twee rijken houden stand, vanaf nu zitten we dus in de 10e eeuw, en dat is Frankrijk, dus het Rijk der Franken en het Duitse Rijk. Dus je ziet dat daar nog altijd wel de Franken, ja, daarvan was Karel de Grote, dat was zijn stam, zoals we dat noemen, en het Duitse Rijk. Dus je ziet dat het nog altijd wel in stand wordt gehouden, maar heel veel gebieden zijn ze kwijt en alles verbrokkelt een beetje. Wat gebeurt dan in het westen, waar wij zijn, Vlaanderen, Wallonië en Nederland? Daar komen graven en hertogen aan de macht. In principe zijn zij onderdeel van een leenheer, dus van een koning. Zo ofwel die van Frankrijk, ofwel die van Duitsland. Maar ze beginnen zich hoe langer hoe meer te gedragen als eigenlijke koningen. En de reden daartoe is nu net die feodaliteit. Dus Karel de Grote heeft met zijn zeer slim hoofd, heeft hij die feodaliteit gesticht om zijn grote rijk te kunnen regeren. En hij had daarin gelijk en hij heeft daar ook goede zaken mee gedaan. Maar we gaan zo meteen zien dat door die feodaliteit die graven en hertogen ook de macht kunnen grijpen. Op pagina 140 en 141 zien jullie deze kaarten verschijnen. Ze zijn niet gigantisch duidelijk, dus je gaat goed moeten kijken naar de lijntjes en naar de zaken die hier geschreven staan. En neem er zeker ook een moderne kaart van Vlaanderen bij, zodat je weet waar alle provincies liggen en alle grenzen. Een kaart van Europa kan je ook helpen om te weten waar precies Frankrijk ligt. Nu, het graafschap van Vlaanderen, daar moeten jullie enkele oefeningen op maken. Dat start op pagina 140 en gaat verder op pagina 141. Wat is er aan de hand met Vlaanderen? Vlaanderen gaat op dat moment zeer machtig worden. Jullie gaan zo meteen lezen waarom en wat er daar aan de hand is. Ik heb hier de cover van een boek ingeplakt, Jonkvrouw. En de dame die je daar ziet is Margaretha van Malen. Zij is dochter op dat moment van de graaf van Vlaanderen, wanneer Vlaanderen op zijn hoogtepunt was. En onder haar leidingschap zal Vlaanderen nog veel sterker worden. Dus ze is een erg belangrijke dame geweest voor Vlaanderen. Margaretha van Malen. En dit boek gaat erover wanneer zij klein is. Het probleem is vooral dat zij een dochter is, dat ze geen broers heeft en dat haar moeder op dat moment als waanzinnig of gek wordt bestempeld. Maar aangezien graaf van Vlaanderen niet van haar mag scheiden, volgens het christelijk geloof, kan hij ook niet hertrouwen zolang zij leeft. Wat er dus op uitkomt dat Margaretha van Malen uiteindelijk overblijft als de enige erfgenaam voor het graafschap Vlaanderen.
In die tijd vrij speciaal, want vrouwen hadden niks te zeggen. En toch slaagt zij erin om die machtspositie waar te maken en om wel degelijk heerser te worden. Het is een zeer interessant boek, zeker een aanrader. Maar dus hoe komt dat Vlaanderen zo groot wordt? Dat komt vooral omdat we een zeer gunstige positie hebben om te handelen. Dat is nu vandaag nog steeds het geval. Vlaanderen en zeker België staat gekend als een transitland. Heel veel camions rijden door ons land om van Frankrijk naar Duitsland te geraken of vice versa, of om te proberen Engeland te bereiken via de havens die wij nog steeds hebben in Brugge of via Calais, dat zeer dichtbij is. Dus we hebben een zeer gunstige ligging op dat vlak en we drijven dan ook veel handel, en vooral in lakens. Je ziet hier een brugslaken. Vooral Brugge en Brussel waren zeer bedreven in het weven van heel fijne, zeer luxueuze lakens. En het Brugse en het Brusselse kant is zeer gekend geworden. Een kant is wat je hier aan die boordjes ziet hangen. Wat je in het laken zelf ziet, is borduursel. Maar dus de stof waarmee we dat maken, kwam grotendeels uit Engeland. Want dat zijn niet alleen fijne lakens die we maken, maar ook prachtige tapijten. En die maak je met wol. En die aansluiting met Engeland levert al eens problemen op. Nu, je zal dat zo meteen ook wel lezen in die oefeningen. Wat natuurlijk ook heel erg helpt in Vlaanderen, is dat er heel veel sterke heersers zijn. Ga even terug, Margarethe van Male, haar vader was al een heel sterke heerser en zij zelf ook. En natuurlijk, zonder sterke heersers gebeurt er niks. En hier zie je ook die wapenschilden. Die heraldiek is op dat moment nog niet zo heel erg oud, want we denken dat we die hebben overgenomen van de islamieten tijdens de kruistochten. Maar eenmaal dat dat gevestigd werd, werd dat enorm populair. Dit was, zie je, elke familie had zo zijn eigen wapenschild. En dan had je de keuze, wanneer twee belangrijke families met elkaar trouwden, kon je een nieuw wapenschild laten tekenen waarin beide werden samengevoegd. Zo zie je dat er op den duur wapenschilden ontstaan die wel opgedeeld zijn in 8 vakjes, want jouw grootmoeder en jouw grootvader, jouw vader, al die families. Of je nam als vrouw gewoon het wapenschild over van jouw man. En je ziet daar ook meteen de Vlaamse lever schijnen, die ook nu nog altijd het symbool is van Vlaanderen. En dan de Gulden Sporenslag. Normaal gezien heb je daar al wel eens van gehoord in de lagere school. Dit is een zelfstudiestuk. Je gaat zien dat jullie op pagina 142 tot 147 heel wat bronnen en teksten gaan krijgen die jullie wegwijs gaan maken in die Gulden Sporenslag. En ook gaan duidelijk maken waarom die nog altijd zo belangrijk is. 1302 is dan ook een jaartal dat je echt wel dient te onthouden, want het komt heel vaak voor in quizzen. En het is zo'n beetje het jaartal waarmee je kan aanduiden dat je toch wel degelijk hebt opgelet tijdens de geschiedenislessen en een beetje van jouw eigen vaderlandse geschiedenis kent. Nu, ik heb de taak. Ik heb deze de cursus. Oh, even opnieuw beginnen. Ik heb de cursus zoals altijd online geplaatst. De cursus aanvullen is ook jullie taak voor deze week. Dus let er goed voor op, doe dit netjes, wees volledig. Vergeet ook zeker het internet niet te gebruiken. En de eerste vraag die je gaat tegenkomen op pagina 142, daar staat dat je eigenlijk in duo's moet werken. Dat gaat niet, dus ik heb die vraag een beetje aangepast. Dus voor degenen die graag toch in hun cursus schrijven en foto's uploaden, ga ook even online kijken, zodat je weet wat ik heb aangepast. En wees vooral volledig. Er staat heel veel in die bronnen. Jullie maken vaak de fout van veel te korte antwoorden. Dus wees deze keer een keer volledig. En dan zijn we een klein beetje verder wanneer je heel dat stuk van de Gulden Sporenslag even overslaat, want dat moet je zelf maken. Zitten we op pagina 148. Nu, wat gebeurt er? Die graven en hertogen worden zeer machtig, maar ook zij worden weer ingeperkt met macht. Ik heb hier rechts even een hiërarchie van al die titels toegevoegd. Het start hier bij prins, het hoogste, want daarboven staat natuurlijk altijd een koning of een keizer. Daaronder heb je een prins, dan komt een hertog, dan komt een markies, dan heb je een graaf, een burchtgraaf, een baron, helemaal onderaan bij de adel staat een ridder. Daarmee dat je ook al begrijpt dat een koning al wel eens kon trouwen met een hertogendochter, maar al helemaal niet met een ridderdochter. Dat ging niet. Die standen waren zeer strak. Nu, die graven en hertogen, zij leiden op dat moment Vlaanderen en Henegouwen en Brabant, maar zij hebben geld nodig, want er wordt enorm veel oorlog onderling gevoerd en ze willen ook altijd veel bouwen. Het is nu eenmaal zo dat wanneer je
sterkere kastelen kan bouwen of betere markthallen, dat jij jouw positie kan versterken. De enige reden, de enige manier waarop zij aan geld kunnen komen is oftewel nieuwe gebieden veroveren. Daarvoor hebben ze dus eerst geld nodig, is om belastingen weer op te leggen. En dat leidt tot veel ergernis. Vooral bij de rijke kooplieden. Maar voor de eerste keer beginnen de graven en hertogen ook hun eigen adel te belasten. Vandaar die buitengewone belasting. En dus de adel en de klerus en de rijke stedelingen spannen samen. En dat is vrij uniek, want meestal gaan de adel en de klerus samenspannen met de graven, hertogen en de koningen. Met hun eigen stand natuurlijk. In dit geval dus niet. En de adel en de klerus hebben wel door dat de rijke stedelingen, dat hun invloed enorm groot begint te worden. En dus komt er de staten- en standenvergadering. En wat is dat nu? Alle drie de standen komen daarin samen. Dus ze gaan samen vergaderen. Het is een soort voorloper van het parlement. En ze gaan samen regeren met de graaf of de hertog. Maar het klinkt wel heel idyllisch, maar de lijfeigenen of horigen, dus de gewone boeren, de gewone ambachtslieden, krijgen daar geen stem in. Het zijn alleen die rijke koopmannen die daar ook in mogen zitten. Dus oké, voor de allereerste keer sinds eeuwen wordt de derde stand terug toegelaten tot het regeren, maar het is in zeer beperkte mate. Nu, wat moet de graaf of hertog sinds dan doen? Hij of zij moet toestemming vragen om nieuwe belastingen op te heffen, op te leggen. En dat noemen we beden, omdat hij natuurlijk een beetje moet bedelen om zijn geld te krijgen. Nu, natuurlijk gaan de kooplieden daar maar al te graag mee akkoord, maar alleen als zij daardoor meer voorrechten krijgen. En met voorrechten bedoelen ze bijvoorbeeld dat zij het alleenrecht krijgen om bepaalde lakens te verkopen aan de graaf, dat zij meer jaarmarkten mogen inrichten en dus meer geld kunnen verdienen. En op die manier kopen de kooplieden letterlijk meer macht. Dus het lukt op dat moment, en dat is ook de allereerste keer in de geschiedenis, om met geld ook echt macht te kopen. Daarvoor hing het allemaal af van je bloedlijn. En dat zien we nu nog altijd, hè. Wie heeft de macht in handen? Wel ja, de rijken. Als je in Amerika bijvoorbeeld president wilt worden, dan heb je miljoenen geld nodig, want je moet je eigen campagne financieren. Je hebt dus een zeer rijke sponsor nodig, of je moet zelf rijk zijn. Trump was op zichzelf al een zeer rijke man. Dus het principe van macht kopen kennen we nu nog altijd. Want bloed maakt veel minder uit. En wat moeten jullie dan doen? De cursus is jullie taak, dus het aanvullen van de cursus is de taak. Je moet dit uploaden in de correcte zone en ben je daarvoor te laat, is er weer een te laat zone opgericht. Als er vragen zijn, zie jullie graag in de live sessie of via mail. Veel succes en tot dan!